Goedemorgen iedereen. Ik wil het vandaag met jullie even hebben over rouw. Aan de hand van een anekdote daarnet. Ik was op de parking van de supermarkt. Mijn hondjes zijn meestal mee als ik op boodschappen ga. En er komt een vrouw dichterbij en zij zegt: "Oh, zulke mooie, leuke hondjes." Ik zei: "Ja, dankjewel." "Ha," zegt ze, "mijn dochter had een Dobberman Pinscher. En die is een jaar geleden overleden. En zegt ze, ze is daar nog altijd niet goed van." En ik vraag haar, wat bedoel je? "Ja," zegt ze, "ze is daar nog altijd niet over." "Maar allee," zegt ze. "Hé, dat hondje is het einde maar 7-8 jaar geworden." Maar zegt ze, "dat is nu al een jaar. En ze is daar nog niet over." Dus ik zeg haar. Ik zeg, op rouw staat er geen tijd. Ik zeg, is dat nu een jaar? Is dat 6 maand? Ik zeg, ik ben mijn hondje verloren in oktober. En ik heb er zelf nog altijd enorm veel moeite mee. Ondanks mijn andere honden. En zij had ook maar 1 hondje. Hè? Dus dat verlies, die leegte is immens. Maar ja, zegt ze, alleen een jaar, je moet er toch kunnen over geraken. Ik zeg, ik weet, ik zeg, de meeste mensen willen dat rationaliseren. En dat zo heel snel allemaal loslaten en een plek geven. Maar ik zeg, zo werkt het niet. En ze begon te vertellen over haar dochter. Ja, zegt ze, ja. Oh ja, ze is ook mentaal, is ook wat problemen. Ze is al een keer opgenomen geweest. He, 2 maanden heb ik dat voor het hondje gezorgd. Ze is een gevoelig iemand. Ja, zegt ze, enorm. Ik zeg, gevoelige mensen voelen ook dingen veel extra diep. Voelen dingen ook veel dieper aan. Dus zij had die hond heel graag gezien. En ze heeft hem ook twee maanden moeten missen. Ja, zegt ze, ja, ik heb er al gezegd hè, dat ze een hondje uit asiel moet halen. Maar ja, ze is er niet klaar voor. Ik zeg, soms kan het helpen om een nieuw dier in huis te halen. Om dat huidige verdriet hè, daar zo'n beetje een cover over te leggen. Maar ik zeg, dat is heel persoonlijk. Ja, maar ja, nee, zegt ze, ze wil het niet. Ik zeg, oké, laat haar. Ik zeg, laat haar naar het proces. Ja, het is ook een gevoelig iemand. Zeg, ze komt uit een beetje die mentale instabiliteit, die depressies. Zeg, ze heeft gewoon heel veel tijd nodig. Ik zeg, wij kunnen dat niet forceren. Dus dat was een hele mooie conversatie. En iedere keer als het over rouw gaat, hè, en rouw, hè, dat hoeft niet altijd met een sterfgeval te maken. Hè, maar rouw kan ook, een levende rouw kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met een echtscheiding, een vriendschap die kapot gaat. En mensen hebben altijd zoiets van, Allee, kom, je moet dat loslaten. Hey, laat dat passeren. Maar dat heeft zijn tijd nodig. Rouw kan je nooit forceren. En als je merkt dat het je nog steeds raakt, laat het toe. Wij leven zo in een maatschappij waar het moet snel gaan. Je moet je emoties onderdrukken. Hey, je moet sterk zijn, je moet vooruit gaan. En dat is allemaal goed en wel, maar dat werkt niet zo, want hoe meer dat je iets onderdrukt, hoe meer dat de pijn of het leed terugkeert. Het heeft te maken, dat is een thema dat ik heel vaak tegenkom in mijn coaching sessies. Ik heb me daar ook heel lang schuldig aan gemaakt. Het heeft te maken met zachtheid voor onszelf. En zachtheid voor onszelf wil niet zeggen van constant in een hoekje zitten wenen en niet vooruit gaan. Nee, maar zachtheid heeft, dat is die zelfcompassie, dat medeleven, dat mededogen voor jezelf. Niet jezelf niet zo beoordelen en veroordelen. De maatschappij doet dat al genoeg, maar als we het dan zelf even niet moeten doen, wel, doe het dan ook niet. Hè. Wees gewoon een beetje mild voor jezelf. We hebben allemaal stukken die waarschijnlijk vinden dat beter kunnen voor onszelf. We mogen ook dingen waar we trots op zijn. Maar die zachtheid, die mildheid voor wie dat we zijn. Door jezelf te gaan respecteren. Door dingen te benoemen van jezelf die je al goed gedaan hebt in het leven. Waar je goed in bent. Je positieve mindset. Je doorzettingsvermogen. Jouw vriendelijkheid naar andere mensen, jouw empathie, wat het ook mogen zijn. Maar wees alstublieft een beetje milder voor jezelf. Want
hoe harder je bent voor jezelf, hoe meer druk je legt. Dus vanuit die mannelijke energie, hoeveel druk dat je legt op jezelf, hoe moeilijker dat het ook soms wordt om bepaalde dingen te bereiken. En dan ben je teleurgesteld dat niet gelukt is. Leg je nog meer druk op jezelf. Ja, en dan raken we stress en overspanning, burn-out, whatever. Dus ik pleit, ik ben daar niet alleen in, ik pleit voor meer zachtheid en mildheid. Voor onszelf, ook voor anderen. In deze maatschappij, het is al hard genoeg. Maar als we dan bij onszelf kunnen beginnen, laat ons bij onszelf mild beginnen. Ik wens jullie een hele fijne en zachte, milde dag toe. Tot binnenkort.